voorstellen. Aan de vleugel zit Frans de Berg. En aan de viola da gamba Ralph Rousseau. Eigenlijk was alles al in kan en kruiken en zouden wij volgend jaar, volgend seizoen, een programma samen doen. En dat heet Lenny Kuhr in Schubert en ander mooi. Dus Schubert in het Nederlands. En Frans en ik die waren al uitgebreid aan het try-outen. En in september werd ik gevraagd door Ralph of ik zijn nieuwe cd, Chansons d'Amour heette die cd, die had ik samen opgenomen met het Matangi Quartet, of ik daar het eerste exemplaar van in ontvangst wilde nemen. Dus ik luisterde naar de cd en ik had eerlijk gezegd nog nooit van Ralph gehoord. Ik luisterde naar de cd en ik vond het prachtig. En het eerste lied wat ik hoorde was een liedje van Frida Boccara. Dus mijn collega, waarmee ik op het Songfestival heb gedaan. Ja, en ik dacht, ik wil niet daar wat zeggen. In de Amstelkerk was het ook waar we speelden. Ik ga een stukje meezingen met hem. En hij vond het een leuk idee. We waren aan het repeteren bij mij thuis op een dag. Een hele mooie dag en de zon scheen prachtig zo door de ramen. En er was een bepaalde, hoe heet het ook weer? Een idiotie. Dat was het dus echt. Dat rare instrument van Ralph, die viola da gamba, werd ik ook ontzettend teruggevoerd. Ja, dat gaat gewoon vanzelf naar de middeleeuwen. En ik kreeg ineens een heel gevoel erbij. En even later kwam Frans binnen, want wij zouden Schubert repeteren. En op een gegeven moment begonnen wij samen te musiceren. En ook Ralph, we gingen iets van Dowland samen doen. En Schubert, daar speelde die mee. Het klonk toch zo mooi. Ik dacht, ja, ik moet iets doen. Dus er ontstond een bepaald verlangen om iets samen te doen. Maar ja, het programma was al helemaal aangekondigd. En Marijke van der Zee, ons impresariaat, die was al de boer opgegaan en zo. En ik had slapeloze nacht en ik dacht, oh god, hoe moet ik dit nou toch aanpakken, weet je wel? En na lang beraad, of kort beraad, het was een goed beraad, had ik besloten om 2 programma's te doen volgend jaar. De ene is een liedjesprogramma met Cor Muts als mijn gitarist en Michel Kool, mijn bassist. Een programma wat ik al, met hun speel ik al heel veel jaren samen. En het zoekprogramma, dat moest plaatsmaken voor dit programma. En we hadden samen besloten, nadat we dus een tijdje erover, dat het programma zou gaan heten Troubadours van alle tijden. Omdat ik echt voelde dat de liedkunst centraal staat in dit programma, maar dan de liedkunst van, ja, vanaf de middeleeuwen of de renaissance, in ieder geval heel lang geleden, tot nu. Dus liedjes van Purcell, Dowland en Jung en zo. Toen zijn we, dat hebben we dus ook doorgedrukt, eerlijk gezegd. Ik ben heel blij dat Marijke van der Zee daar zo ontzettend sympathiek mee is omgegaan. Dus dankjewel. En dankjewel voor dit podium, dat wij dit voor het eerst even uitproberen. Nu gaan we een liedje doen van Schubert. En het heet in het Duits Du bist die Ruhe. En hier heet het Wees dan vervuld. Wees aan